Veel tv-kijkers keken rijkhalsend uit naar het optreden van Gordon, 55, in de SBS-talkshow vandaag in Helaas gaat het feestje niet door, want Gordon heeft afgezegd, zo vertelde Wilfred Gené, 56, in gesprek met RTL Boulevard. Hij heeft afgezegd. Ja, serieus waar, meldde Wilfred. We zijn in paniek, dat begrijp je. We zagen het ook niet aankomen, voegde de presentator sarcastisch toe. Wilfred deelde mee dat het team van zijn programma contact had opgenomen met Corden's manager over een mogelijk gastoptreden in Vandaag Inside. Die zei dat ze er even over na moest denken omdat hij misschien wel wat anders had, legde Wilfred uit. Woensdagochtend zouden de mannen van Zes een update krijgen of Corden wel of niet zou aanschuiven in hun praatprogramma. Het gekke was, begon Wilfred te vertellen, eigenlijk wist ik al dat hij niet ging komen. Via de Telegraaf had de presentator dat al vernomen. Rond 14 uur woensdagmiddag kreeg het team van zes te horen dat Gordon toch niet zou komen. Wij kregen vanochtend al door dat hij sowieso niet ging zingen. En nu kwam hij helemaal niet meer. Zonde hè! Het tv-optreden van Gordon beloofde extra sappig te worden omdat de zanger een appeltje te schillen had met de mannen van vandaag in Sight. Zij hadden namelijk gelachen om Gordon na de presentatie van zijn nieuwe album. Minutenlang lagen Wilfred, René van der Gijp en Johan Derksen in een scheur om een fragment waarin Gordon niet helemaal zuiver zong. In het programma Sophie en Jeroen vertelde Gordon dinsdagavond dat hem dat pijn heeft gedaan.